welkom in de Barabeer. Hier in Hoevelaken ben ik mijn eigen barbershop gaan openen. Mijn droom is wel begint echt te worden en ik ben heel trots op. Ik ben Salim. Ik ben gevlucht uit Syrië. Eind van 2015 was ik naar Nederland gekomen. Toen was ik 16 jaar oud. Ik was helemaal met mijn eentje, helemaal alleen, zonder mijn ouders. Die zijn later naar Nederland gekomen. Dat was echt hartstikke moeilijk om alleen te zijn en al verantwoordelijk op mezelf te zijn. Ik ben via de OAF naar de kappersacademie gegaan. Als de OAF had mij niet geholpen, was ik nooit daaraan begonnen. Ik was toen nog niet zo lang in Nederland en ik had niet kunnen zelf aanmelden en geaccepteerd worden bij de kappersacademie. Ik vind het wel mooi om de mensen heel strak en netjes te knippen. Ik hoop als ze naar buiten gaan, zodat ze als ze nieuw voelen en helemaal tevreden zijn. Ik hoop dat mijn team groter wordt en nog meerdere zaken kapperzaken kunnen openen.